Mama, waar wil ik knutselen? Mama? Waar is wij? Waar is dat lekker wij? Waar is wij? Ik zie alleen mama die knutselt. Ik zie ook alleen mama die knutselt. Beetje, hoe is met jouw kunstwerk? Zit er ook lekker schot in? Nee, ik moet me helpen. Ja, dat dacht ik al. Jij mag, die moet jij afmaken, want eigenlijk was ik eigenlijk mijn matje begonnen maken en een beetje bij het kruid gedaan. Mama dacht lekker, zondagochtend rustig aan, opstarten. Nee, jij moet heel snel voor mij zijn. Oh, maar dan wordt het niet mooi, dan wordt het helemaal lelijk. Ik vind wel dat je het echt heel goed kan. Ik besef net dat ik de vlog niet begonnen ben. Hoi, het is zondag 4 december. En leuk dat je bent voor een nieuwe video. Wij zitten te eten voor de verandering. We zijn lekker bij Florijn. De kindjes zijn Sinterklaas aan het vieren bij Robin en Mees. Echt superleuk. Wij dachten we gaan even wat eten. Loutje ligt vandaag maar te slapen. Ja, eten. Wat gaan we doen? Hi. Goedemorgen. Wil je daarheen? Ben je niet vrolijk? Zeg je niet hallo tegen de mensen? Wil je nog zo'n koekje? Ja. Oh, dat snap ik. Lust ik ook. Dan zijn ze wel op. Ze liggen weer in de winkels. My all time faves. Olly eentje. Mama? Samen delen? Ja. Proost? Ja. Proost. Lekker aan. Oh, deze koekjes. Ja. Lekker? Lekker? Deze van mij was net hier. Om de nieuwe olijfolie te brengen. Ik weet dat andere jaren hij echt met een no-time uitverkocht was. Ik heb deze ieder jaar tot nu toe gedeeld als tip. Zij hebben zelf een Trullo en Puglia. Ja. Waar ze zelf hun eigen olijfolie maken. Hij is mega lekker. Ik heb die van vorig jaar nog op de fles heb ik bijgevuld. Zet op het aanrecht. Hoor ik een baby? Nee. Mega lekker olijfolie. En ik vind het dus zo'n leuk kerstcadeautje voor, I don't know, voor iedereen. Dit is gewoon zo'n ding waar je iedereen blij mee kan maken. En flessen zijn echt prachtig. Ja, ik dacht, ik ga hem gewoon weer met jullie delen. Maar nogmaals, ik heb nog het hele jaar door berichtjes gehad van mensen die zeiden, is die olie er nog? Is die olie er nog? Hij was vorig jaar eigenlijk bijna meteen uitverkocht. Dus, nou ja, oké. Gewoon dat je het weet. Doe er je voordeel mee. Uiteraard, niet gesponsord. Maar gewoon een tip die ik super leuk vind om te delen. En ik kom met zo'n schenktuitje. En dit op een lekker ciabattaatje of zo. Oh, echt. I love it. Of met burrata en dan de olie eroverheen. Vinden we lekker, Odi? Banaan? Ja. Vind je dat lekker? Hm. Je zit nu nog een koekje te eten, toch? Tussen met je oortjes. Mama. Hoef je hem niet meer? Oh. Oh. We hebben veel geknoeid. Ah. Ja? Oh. Oh, oh, oh. Wat is er gebeurd? Oh, oh, oh. Nou, het is avond. En het is eigenlijk pakjesavond. Maar hij is nog niet langs geweest. Dus we denken dat we liedjes moeten zingen. En dan is dit niet kleine Pietje, hè? Ja. En dat hij dan misschien komt. Dus we gaan liedjes zingen. Hoe is het met de preps? Ja? Koen is echt Mr. Sinterklaas. Zo leuk, hè? Dan? Oh, ook is de Sint erg trots op jullie.
Want wat jullie allemaal moeten doen is niet mis. Naar school, voetballen, zwemmen en spelen, elke dag wel een nieuwe gebeurtenis. Wat? Sint en zijn Pieten zijn ook extra trots op Benjamin. Want wat jij iedere dag doet is erg knap. Iedere dag jouw oogsticker opplakken zorgt uiteindelijk voor beterschap. Ze zien het allemaal, hè? Sint en zijn Pieten zijn ook trots op Morris. Want jij bent een grote behulpzame broer. Je doet het allemaal maar. Zoals eerste van de vier over het parcours. Hè? Dat je anders als eerste doet, denk ik dat je doet. Dat je niet geen voorbeeld hebt. Oh, dus als ik bijvoorbeeld net bij het eerste de passen en naar buiten... En in ons moet zwemmen? Ja. Dat is knap. Als je er doorheen, als er één doorheen is geschoven, oh ja, die hebben we net gegeven. Het goede antwoord op het raadsel van jullie leiden naar wat jullie hebben verdiend. Wij zijn er weer vandoor, tot ziens van jullie grote vriend. Heb je hem al erin geshoot? Hij heeft hem al erin geshoot. Dat gaat goed. Weet je waarom ik deed zo? Dat ging via via, hè? Nou, wat staat er, wat staat er in de envelop, vriend? Hebben we er één? Ja. Nee, dus ik wil. Oh ja. Papa, ik hou ze bij. Oh. Wat zit er in de envelop? Een raadsel. Dit is een raadsel. Een hele raadsel met Sint. Elkaar. Het heeft 8 poten en staat onder en boven elkaar. Oh, het heeft 8 poten en staat onder en boven elkaar. Dat weet ik ook niet. Een spin. Het heeft 8 poten. Ik ga stuk. Oh, een spin heeft een 6. Een duizend poot. Heeft 1000. Het heeft 8 poten. Het is hier in huis, want ergens moeten die pakjes natuurlijk liggen. Gelijk! Waar? Een bad! Een bad, nee. Ik wil dat het erin gaat. Meen jij? Nee. Jawel! No! Ja! Oh nee toch! In de douche! In de douche! Een hele zak! Oké, okay. Oh ja, wat is mijn oog? Mijn oog hangt half dicht. Zo moe. Moe en mijn lenzen zijn droog, dus ik zie heel weinig. Wat wil ik nog zeggen? Ik weet het geen eens. Klaar met de gekte. Klaar met de gekte. Hij is terug in Spanje, wat fijn. Ja. Spanje, daarbij. Zo, mijn ogen ook. Wow. Klaar met de gekte. En van de ene gekte. In de andere. Maar misschien gaan we op vakantie, heb ik bedacht. Ja, we moeten even kijken. Hè? Dat zou wel heel lekker zijn. Nee. We gaan niet meer van slapen. Ja, naar bed. Ja, slapen. We gaan slapen. Tot morgen. Lekker op tijd, hè, dat we de vlogcamera aanzetten vandaag, Loutje. Wat vind jij ervan? Beetje aan de late kant, zeg maar. Het is 2:30, geloof ik. Wij zijn aan het werk vandaag. Ik was met de campagne bezig. Die gaan we eventjes afmaken nog. Een hele leuke campagne voor iets waar ik echt heel blij van word. En dan... Deze jongen gaat nou slapen. Wat is je te kijken? Ben jij dat? Ben jij dat? Ga nou slapen en dan ja, kunnen we hem even afmaken. En dan is dat het plein van vandaag. Het is kalm. Gewoon werk, werk, werk. Morgen. Welke dag is het vandaag? Donderdag. Donderdag, hè? En waar zijn wij? Bij de ogendokter. Bij de ogendokter, hè? We zijn even aan het kijken hoe het ervoor staat met de oogjes van B. Ik heb een cookie. Wist jij zeker ook niet?
zeg je? Niet. Zie je het niet? We waren hier laatst al, alleen toen hadden we geen tijd om te druppelen. Dus nu hebben we net gedruppeld, dan moeten we een half uurtje wachten. Ja. En dat nemen wij het samen van met een worstenbroodje. En een lekker appelsappie en een lekkere chocolate chip cookie en een koffiecookie. Al met al genoeg eten. Hè, maat? Oh ja, en we hebben een heel leuk spelletjes en kleurboek van Spider-Man. Dat gaan we doen. Alleen zijn oogjes werken even niet mee. Beetje heeft hele slechte ogen, hè, vriend. Net als mama, hè. Er zijn twee vriendjes. Tot onze laatste snik. Hoelo, hoelo, hoelo. Hop, hoelo, hoelo, hoelo. Wij blijven vriendjes. Tot onze laatste snik. Doep, 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 doep. Waarom stop je het niet dat ik maar kan zingen? Nee, wij vinden het grappig. Deze koek is net zoals jouw hoofd. Mmm, wil je ook lekker maken met chocola? Beetje chocola. Oprecht, hier, het is gewoon koek. Welk kind wil nou geen koek? Wat ben jij voor kind dat je geen koek wil eten met je moeder? Oh, kijk dan. Hij is een beetje zo chewy. Mm, je ziet het al, hè? Niet bos, maar chewy. Dat is mijn lieveling. Oh. Een beetje pupillen. Zijn wel groter dan je toekomst. Kijk maar. Auw. Je hebt echt ziek grote pupillen nou, hè? Is het wel hard? Nou, dat, nou, dat noemen ze nou een muur. Het is ook een muur. Ja, het is niet echt een comfortabel bankje, hè? Nee. Je gaat er niet voor de gezelligheid op zitten, zeg maar. Maat, die mist hier iets aan, hè, deze koek. De chocola. Zeker weten. Mega lekker. Hou je nog een beetje van me? Ja. Of is de liefde voorbij? Heel veel. Maar hoeveel precies? Laten we daar even een gesprekje over voeren. Wij zijn donderdag werkdag, gezellig even samen aan het afsluiten. Zij is wel nog aan het werk. Zij daar. Hummus. De dier hier ook. Lientje is wel nog heel even iets aan het doen, aan het afmaken. Maar Loutjes ook mee. Even een donderdagmiddag. Je hebt weekendbol. Nee, morgen is wel eigenlijk. Alleen niet voor een uur. Wat moet je morgen doen dan? Wat moet je morgen doen dan? Ons helpen. En we gaan een auto halen morgen. Oh, yes, ik heb hier zoveel zin in. We gaan even een hapje eten. En dan gaan we de kindjes ophalen. Bij papa en mama. En dan gaan we lekker op de bank. Vanavond, daar heb ik heel veel zin in. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag, het is 9 december. En wij zijn onderweg naar Story in Den Bosch om mijn nieuwe auto op te halen. Ik ben echt net een klein kind, zo blij. Olletje is hem. Hi schatje. Hi, jij ook mee? Het is zo koud. Olletje zit even in de andere stoel, die ex-kid bij Koen in de auto staat. Dat is echt niet normaal, dat ding. Schootje hoor. Ja, maar wel een super veilige stoel. Maar goed, we gaan dus de auto oppikken. Ik kan er wel alles over zeggen, maar... Gewoon heel blij. Ik ben gewoon heel blij en het is super materialistisch, maar het is iets... papa had die auto vroeger en toen zei ik altijd later als ik groot ben, wil ik hem ook. En toen zei iedereen, nee, dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd. Weet je wel, vergeet het maar, zeg maar uit je hoofd. En ik weet niet, het voelt gewoon dat het gelukt is. I don't know. Het voelt gewoon heel bizar. Het voelt gewoon echt heel erg bizar. Op mijn 29ste. Dus, I don't know. Ik ben gewoon echt super blij. Dus dat... Zo benieuwd hoe die dadelijk, ik ben ook als echt, je onder het doek uitkomt. Ik ben ook echt... Nee, het staat volgens mij niet onder een doek. Ja, maar wel. Nee, ze hebben altijd gewoon volgens mij zo... Gewoon... voor de deur staan. Ja, oké. Okay, nou, we gaan hem op.
pikken. Als ik dit terug zie, denk ik, ik ga het allemaal wegknippen, want het is... Je ziet jou ook hier, hi. Hi. Ik kan het niet normaal doen. Hij zat te scherp. Van wie is die nieuwe auto, Roddy? Wat geil. Van wie is die nieuwe auto? Je wordt gefilmd, hè, schatje. Ja, maakt niet uit. Dat is de waarheid. Oh, op een schaal van 1 tot 10. Zo. Hoe enthousiast? Een 11. Een 11? Sowieso. Ik kan gewoon, het is gewoon heel, ik erger me gewoon aan mezelf. Ik kan het gewoon niet normaal doen. Oké, het is zondagmiddag en de poli inclusief kinderen is in het bos. Loop ik door als je... We zijn, hoe laat is het? 3:30 of zo? Mama, vier uur. Jij ergens in de Wat zeg? Je wou hier aan de linkerkant, dus het speelbos. Echt? Ik zie het. We zijn even lekker een rondje aan het wandelen. Frisse neus, letterlijk frisse neus. We gaan lekker naar het speelbos! Letterlijk, letterlijk een frisse neus, want het vriest. Maar goed, wel even lekker eruit. Alles oké, kindjes? Hey, beetje. Zijn jullie gezellig samen? Oké, ja. Hey, je hebt echt gepoken. Hi. Schatje, waar ga je heen? Olivier? Mama, ik zie het. Wat wilde ik gaan zeggen? We zijn weer terug van de verjaardag van opa Halt. Ik ga eventjes naar Sjaak iets maandagavond. Ik heb mijn favoriete chillpak van het moment aangetrokken. Die van Bjorn Borg. Met hier die elastieke band, die broek. En dan deze trui. Ik had hem ook aan op mijn laatste post. En ik kreeg een paar vragen over de kleur. Dit is die grey. Ik weet niet. Bla 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 grey. Ik zal even het hele pak laten zien. Wacht, ik zet jullie even neer. Oh, er gingen autosleutels. Zo zit hij. Het is echt mijn lievelingspak van dit moment met een hoodie en van hele lekkere zakken. We hebben alle drie die pakken echt de hele tijd aan, omdat ze zo fijn zijn. En wat ze dus ook hebben, ik dacht dat is nog wel even leuk om te laten zien voor kerst. Gewoon super leuke cadeautjes voor onder de boom. Ik vind die pakken natuurlijk super chill, maar als je een kleiner cadeautje wil, heb je bijvoorbeeld ook deze hele fijne hoodies. Het zijn echt hele lekkere, hebben ze een aantal kleuren. Maar bijvoorbeeld ook toilettasjes. Dit is er eentje die ik ook... die wij in omloop hebben. Met een groot vak. En hier zitten van die, kun je dat zien? Van die steekvakken nog in. Dus ook super leuke kleine cadeautjes. En ze hebben bijvoorbeeld ook, wat denk ik ook heel erg leuk is, is gewoon die boxers. Dus als je ondergoed bijvoorbeeld voor je partner wil kopen. Koen heeft ze heel vaak gehad, die Bjorn Borg boxers, omdat de kwaliteit gewoon echt heel goed is. Ja, zoals eigenlijk met al hun spullen, maar goed, daarom... Werk ook zo graag met ze, omdat die kwaliteit gewoon echt top is. Ik heb nog een code, wacht, ik ga hem even zoeken. Ik moest hem even opzoeken, zodat ik hem zeker weet hoe ik ging zeggen. De code is Michelle20 en die geeft je 20% korting nog steeds op alle full price dingetjes. En wereldwijd gratis verzending. En je moet voor de 15e bestellen, dus dat is voor, even kijken, als dit online komt is het dinsdag. Dat is morgen, dat is de 13e. Dus je moet voor woensdag, tot en met woensdag zeg maar, kun je bestellen. Om het op tijd binnen te hebben voor kerst. Dus niet te lang wachten meer. Maar goed, daar kun je die code dus lekker voor gebruiken. Wil ik nog meer vertellen daarover? Nee, volgens mij niet. Dat was hem denk ik voor nu. Ja,
I don't know, die pakken, ik, ja, wat ik zeg, wij lopen er de hele tijd in. We hebben er alle drie één of meer. Ik heb deze het meeste aan op dit moment en die donkergroene. Dat is dezelfde broek als deze met die elastiek bovenaan. En dan die trui zonder hoodie. Maar nu het zo koud is, vind ik zo'n hoodie gewoon heel lekker. I don't know, die vibe die voel ik meer. Dus dat en dan die leuke kleine cadeautjes voor onder de boom eventueel. Oké, ik ga even naar Shaki. Kijk, en dan kom je dus bij de vrouw binnen. Wat ik zei, de hele poli is fan. Maar echt, we zijn alle drie fan. We zijn 2-1. Jij hebt ook nog een andere, toch? Nee, alleen je broek. Geen compleet pak. Ja, die groene, die pak jij wel eens, toch? Daar zijn ja, die jouwe. Ja, oké. Die groene zonder... Ik had te denken, volgens mij zit daar ook nog wijn op. 2-1. Zit er ook wijn op? Dat hebben we niet eens verteld. Wanneer was dat? Vrijdag? Donderdag. Donderdagavond lagen we met z'n drie op de bank. We waren een film aan het kijken. Ja, die kerstfilm, die leuke. Met die houttakker. Nou, niet houttakker. Hoe heette die ook weer? Hij was echt leuk. Een leuke kerstfilm. Hoe heette die? Ik heb het googelen. Kak, hij was echt heel leuk. Staat op Netflix. Dat verhaal, ik zoek het in de naam. Wij gingen... We dachten, we gaan lekker gezellig samen op de bank een kerstfilmpje kijken. Ze hadden hem aangezet. Een lekker groot wijntje erbij. Dus we weten het eigenlijk van tevoren al. Sowieso, standaard. Dat de kans groot is dat er ergens iets misgaat in het proces. Maar goed, we zaten te kijken. Het was helemaal leuk en gezellig. Op een gegeven moment duwt Sjaak me aan. Kijk ik naar rechts. Koen in slaap gevallen. Maar die had zijn wijnglas zo. Zo een soort van tegen zich aangeklampt. Maar goed, het leek redelijk stabiel. Tot die hand natuurlijk slap wordt. Dus toen viel hij bijna om. Jij corrigeerde hem. Toen, tweede keer, viel hij weer bijna om. Corrigeerde hem weer. Hadden we hem uit zijn handen kunnen pakken. Ja, maar het was niet onze verantwoordelijkheid. Nee, het was zeker niet onze verantwoordelijkheid. De Noël Diary. Ja, de Noël Diary. Deze. Echt superleuk. Zie je het? Ja, hij is echt leuk. In ieder geval, die waren we dus aan het kijken. En op een gegeven moment werd hij echt wakker. Dus we dachten, nou is hij doorheen. Dus hij ging een nieuw glas wijn pakken. En gewoon gezellig. Helemaal even kletsen in de pauze van de film, zeg maar. 3 seconden later pleurt hij weer in slaap. Weer met een glas op zich. Maar toen hadden wij er niet meer echt oog voor. Want ja, het zal wel. Nou, en in één keer, dat glas pleurt om. Over zichzelf heen. Over de bank heen. En over jou. Dus. Alles onder de rode wijn. Inclusief de bank. En een grote grap, hij wordt boos op ons. Zo heerlijk. Letterlijk. Hij werd gewoon letterlijk kwaad op ons. Alsof het onze schuld was. Ja, pak de wassen uit mijn handen. Maat. Je bent 32. Bijna 33. Oh, de verjaarscadeau moet je nog hebben. We zagen gisteren zo'n reel voorbij komen op... was het een reel? Ja. Het was een reel, ja. Op Instagram van een vrouw die zichzelf als kerstcadeau gaf. En verpakt in cellofaan. Dus wij zeiden, we kunnen met z'n tweeën onszelf een cellofaan rollen. Ik denk niet dat dit onder de indruk is. Ik denk het ook niet. Het went allemaal zo snel, hè? Het went allemaal zo snel. Waarom zo? Ha, omdat waarom hier zo? Het licht is. Kom in het licht. We gaan hebben. Kom op schoot. Ga op me zitten anders. Dat communiceert u lekker op beeld. Oh, dan krijg ik een commentaar dat we pubers zijn. Oké, kom. Raap ons wel bij elkaar. Zijn we dat niet? Ontzettend. Wat we willen gaan zeggen is het volgende. Dit hele influenceren wat wij allebei doen. Fijn. Dat doe ik al heel lang en jij iets korter. En dat is super leuk. En ik deel natuurlijk, of dat is super leuk, ik vind dat heel leuk. En ik deel natuurlijk iedere dag op Instagram mijn outfitjes van de dag, want daar komen heel vaak vragen over, want het is leuk ter inspiratie, zeggen mensen dan, vind ik zelf ook, om bij andere mensen te zien. Maar op het moment dat je altijd maar dingen van anderen
shops en whatever deelt, heb je het nooit zeg maar zelf in de hand. En delen we ook heel vaak dingen van bijvoorbeeld Zara die al oud zijn of whatever, die mensen niet meer aan kunnen komen, waarover je dan wel heel veel vragen krijgt, terwijl het ligt compleet, het is compleet out of control. Dus dachten wij heel lang geleden al, een webshop samen, dat zou echt super leuk zijn. Maar goed, als je een webshop wil beginnen, er komt zoveel bij kijken. A, inkoop, maar ook de voorraad, waar leg je voorraad neer? B, verzenden, gewoon, het is veel, het is niet alleen maar, oh leuk, ik begin een webshop, lijkt me een top idee. Er komt gewoon heel veel bij kijken. Dus we hebben dat meteen weer soort van geparkeerd van oké, okay, het is gewoon niet mogelijk zeg maar binnen de mogelijkheden die wij hebben op dit moment. Hey, met de bedrijven die er al zijn, met het werk wat er al is. Toen deed zich een superleuke kans voor, een paar maanden geleden. En toen dachten we, oh my god, dit zou zo leuk zijn, want dan kunnen we toch dat doen. Dan kunnen we wel gewoon die dingen dragen. En ook die jullie dan kunnen kopen, waar je dus niet van het is oud of het is niet meer te verkrijgen of whatever. Waarbij je echt helemaal je eigen... Ja, en gewoon niet bij daar heb je een truitje wat je leuk vindt. En daar heb je een broek. En dat je gewoon helemaal je eigen... Ja, dingen hebt met alle favorieten, ja. Zeg maar. Dus met alleen maar dingen die wij zelf heel leuk vinden. En nee, wij zijn geen paradijsvogels. Helemaal waar. Maar nee, ja, is zo. Dat zijn we niet. Ja. En we zijn niet van die hele hippe figuren. Maar ik denk dat is juist voor heel veel mensen juist herkenbaar is. Als in gewoon basic... Leuke dingen, zeg maar. Fijne items. En dan allemaal op één plek. Dat was een beetje het idee. Of dat is het idee. En dat zijn we dus nu aan het doen. En we zijn helemaal enthousiast. Dat is ook waarvoor we laatst in Amsterdam waren. En waarvoor we iedere keer afspraken hebben als we zeggen van... We mogen niks zeggen. Fucking irritant. Nu dus wel. Dus ik hoop dat we volgende week live zijn. En dat we vanaf dan dus gewoon de dingen die we aan hebben kunnen linken naar de webshop. En dat jullie het gewoon kunnen bestellen en niet... te maken hebben met het is niet meer verkrijgbaar of ja, misschien moet je soms dan even wachten, maar in principe heel veel items die gewoon wel op voorraad zijn en blijven en gewoon onze favorietjes die je dan kunt blijven kopen. En we vinden het zelf heel leuk. We hebben er helemaal zin in om gewoon alleen maar gewoon de dingen die je echt leuk vindt op één plek te hebben, zeg maar. Ja. Oké, okay. We zijn enthousiast. Nou, dat dus. We gaan nog wel verder jullie updaten over wanneer het precies live is en wanneer je, ja, goed. Wanneer het er is. En nu gaan we een serie kijken. Ik wilde een kerstfilm kijken, maar het is inmiddels, ik dacht die afspraak duurt maar even. Het is inmiddels gewoon 10:45. We gingen 9:30 bellen. Ja. Het duurde iets langer. Het duurde iets langer dan ik had ingecalculeerd. Oké, okay, nou, tot zover Brandpunt. Good morning, het is dinsdagochtend en ik sta strijkkralen te strijken voor school. En de appie is al geweest. Body. Wat zei je? Strijken in de ochtend. Enerverend. Het is gewoon 10:45 en ik heb 2 slapende baby's nog. Dus ik ga Loutje eruit halen. Boven. En dan ga ik daarna Molly pakken. Dat is mooi geweest met slapen. Hey vriendje. Hey. Hallo schatje. Ben je zo vrolijk? Hey, ben je wakker? Lekker ding. Ben je wakker? Kom je uit bed? Oh, hi schatje. Hallo. Hey knapperd. Zo. Goedemorgen bekkers. Goedemorgen bekkers. Hallo. Kan je zo uit bed halen? Kan we dat doen?
Is niet zo mooi. Is niet zo mooi. Daar is je horloge. Oh, van wie is die? Van jou? En armband, hè? Deze meid. Horloge en armbandje. Au. Heb je af? Wat is er? Gaan we eten? Gaan we lekker eten, hè? Gaan we de vlog gelijk afsluiten? Ja. Ja, ga je gedag zeggen? Nee. Zeg maar doei doei! Ik ga hem weer afsluiten voor deze week. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je hem wel leuk vond. En ik zie je heel graag bij de volgende weer. Doei!